Welkom bij de volgende aflevering van Minecraft. En we zijn nog steeds bezig. Oh ja, 12e aflevering. 12e aflevering, wat gaat dat hard. En ja. Onze wereld wordt zo toch best wel een beetje groot. We zijn bezig om een cinema te bouwen waar je natuurlijk de kijkers ook in kunnen. Lekker een filmpje pakken. Ja, ja, want waarom niet? Oh! Zo. Even kijken. We gaan weer verder. En waar gaan we het vandaag over hebben, Dimmy? Hebben we het ook weer niet over gehad, deze aflevering? Nee, inderdaad. We gaan het... kunnen het wel eens gaan hebben over... Over... ja, waar gaan we het over hebben? Over lievelingseten. En over dingen die we niet lekker vinden. Kunnen we het wel eens over hebben? Want wat, Dimmy, wat vind jij nou echt lekker en wat niet? Nou, wat ik echt lekker vind is spareribs. Spareribs? Hm. Ja, dat eet ik heel graag. Oké. Okay. Oh, jij eet ook een haring lekker van de visboer. Een haring. Vind jij dat ook lekker? Nee, zeker. Nou, jawel, maar wel een nieuwe hoor. Zo'n oude, die vind ik niet... Niet te vreten. Nee, precies. En anders, ja, spareribs vind ik wel lekker. Ik heb niet echt het lievelingseten. Wat ik echt goor vind, dat is macaroni en spaghetti. Gadverdamme. Ja? Ja, niet te vreten. Ik vind raapjes. Ik weet niet of je dat kent. Wat? Raapjes? Ja. Wat is dat dan? Moet je maar eens aan je opa vragen. Die zal het wel kennen. Dat is heel ouderwetse groente. Maar bijna niemand eet het, omdat het niet te bunkeren is. Vind je dat vies? Ja, en olijven en radijzen. Voor de rest lust ik alles. Oh, radijzen vind ik lekker, joh. Ja? Ja. En olijven vind ik ook lekker. Ik snap niet dat jij daar vies aan vindt, hè? Ik snap niet waar je vies vindt aan macaroni, maar ja. Van die vieze smerige rode saus eraan. Nee, dat is inderdaad niet lekker, maar ja, het is maar net hoe je lekker je macaroni maakt. Hamkaas, weet je dat als ook ik niet? Het bij, als ik het bij mijn moeder eet, dan hoef ik het niet hoor. Zo, eventjes een beetje gas erop. Kan je niet even zorgen dat gelijk heel dit vak een zwarte grond heeft? Ja, inderdaad, dat kan ik wel even doen. niemand die het ziet, niemand die het ziet. Alles kan bij Game Channel. Hoppakee. Hey, ik moest even vliegen aanzetten. Zo, kijk eens. Dat kan jij zeker niet. Vliegen. Nee, hoe bedoel je dat? Je mag niet vliegen in de server. Oh nee, dan krijg je een ban. Dat is hacken. Zo. En nu? Ja, het bugt weer. Oeps. Wat doe jij nou? ik wou je kicken. Gif kick. Dat gaat zo niet hoor. Nou ja. Weet niet wat jij probeert. Wat doe jij nou weer? Volgens mij bugt de server, ja. Volgens mij ook, ja, inderdaad. Nee, dit gaat niet erin plaatsen. Helaas, we moeten het met de hand doen. Nou, even doorbouwen dan. Het is wel zo saai om naar te kijken dat die grond plaatsen. Maar ja, dat is blokken, hè? Blokkenspel. Lego. Lego. Oh, dat heb ik vroeger zo vaak gedaan, Lego. Ik ook, Playmobil. Lees jij nog wel eens de krant?
Op mijn werk ligt altijd de krant. En dan doe ik nog wel eens eventjes gewoon voor even de afwisseling even doorbladeren. En, maar voor de rest valt wel mee. En jij? Ja, ik pak altijd als ik met de metro meega zo'n gratis blad, de metro. De metro, ook echt origineel natuurlijk. De metro in de metro. Ja. Ik heb daar nog een keer een vriend mee te grazen gehad. Waarmee? Die woont in Rotterdam. En ik was op de terugweg van het glazen huis, wat dit jaar weer een groot succes was. De week voor kerst altijd. En ik ging toen met hem afspreken. Hij zei, waar ben je dan? Ik zei, nou ja, ik dacht dat ik naar jou toe moest. Dus ik zit in de metro. Had ik nou gedaan, ging ik in zo'n hokje zitten van metro, waar je kranten kon doen. En ja, ik foto gestuurd, hij helemaal in paniek. Nee, dan ben je toch niet en dat kan niet. En ik stel op je te wachten. En toen heb ik die foto gestuurd. Dus ik zit in de metro en ja, beetje een flauw grapje. Toen dacht hij, oh, genaaid. Ja, precies. Een beetje een flauw grapje, maar moet kunnen, toch? Tuurlijk. Zo'n oranje hokje is dat, toch? Ja, klopt. Ja, dat is ook heel lekker om in te zitten altijd, als je moet wachten. Ja, die zitten lekker hoor, die hokjes. Kom je wel eens in Rotterdam dan? Ik kom af en toe eens in Rotterdam en ja. Zo af en toe. Ik ging er wel eens naartoe om te shoppen. Maar ja, hier heb je één winkel van dit en eentje van dat. En daar heb je gewoon van alles. En dan heb je minimaal twee keer. Dus ja. En wat vind je van Amsterdam? Amsterdam vind ik, ja. Daar vind ik, nou ja. Te druk. Dat vind ik nou niet echt meer Nederland eigenlijk. Nee, alleen maar toeristen. Ik wou zeggen, en mensen die net uit het vliegtuig daar gevallen zijn, lijkt het soms. Beetje jammer. Dus ja, dan gaat, ja. Amsterdam, daar is het altijd steendruk. Precies. En dan loop je op de Dam. Er zijn allemaal mensen. Nou, en we moeten deze aflevering zeker die vloer wel afkrijgen, Dimi. Nou, meer dan die vloer, denk ik. Kan je zeggen. Het is wel heel saai zo. Klopt. Zo. En wol is alweer op. Ja, wol. Oh, hier heb je. Moet je wat wol? Alsjeblieft. Achter je. Bedankt. We moeten nog maar flink eens wat schapen gaan slachten voor het wol, want zwarte schapen. Nee, je moet ze niet slachten, je moet ze scheren met die eigen schaar. Eigen schaar? Ja, wacht, die heb je toch? Hier, let op. Ik zal het eens even een demonstratie geven. Kan ook wel een keer, hè? Tutorial. Hier, waar liggen die schapen eieren? Hier, kijk. Pak je eigen schaar eens. Waar ben jij dan? Oh, wacht. Ik kan die schapen hier niet plaatsen, laat maar. Maar in ieder geval, dan heb je een schaap. En in die hergenschaar moet je rechter muisknop op dat schaap doen en dan heb je een stuk wol van hem. Dus hoef je ze nog ineens te slachten. Kan je gewoon zullen we eens een schapenboerderij hiernaast zetten? Gewoon tijdelijk voor de opname. Ja, maar zullen we niet eerst even de grond afmaken dan? Ja, inderdaad. Want anders komt die grond ook nooit af. Gaan we weer allemaal andere dingen tussendoor doen. Nou, ik ga even van die andere kant staan, want dit is echt drie keer niks als je met elkaar op een vierkante Minecraft steen staat. Ja, we kunnen ook wel eens een keer tutorials doen bij je Game Channel. Ja, dingen uitleggen, of niet? Mocht je een idee hebben voor een tutorial, wil je graag iets weten, dan kan je dat natuurlijk gewoon in de reacties laten weten. Voor op de donderdag. Precies, dat is een beetje. Donderdag is een beetje, ja, een beetje extra dagje. Van alles wat. Precies.
En mijn wol is alweer op. Oh ja, ik heb hier nog wol. Ligt er niks meer in die kisten? Ja, maar weet je hoe een end dat lopen is? Kijk hier. Ik sta helemaal hierin. Dan moet ik helemaal daarheen lopen. Daar ben ik te lui voor. Ga jij dat maar halen? Wees blij, ik doe het vervelende werk. De vloer maken. Nou, kijk eens, het schiet al aardig op. Hier. Meer, meer. Ja, dan moet je zelf lopen. Hebberig type. Verwend kring. Met je badkamer. Heb je ook een badkamer in je ding, of niet in je slaapkamer? Nee, dat wil ik ook niet, want dan voel ik mij geverwend. Ik wil me niet verwend voelen. Nou, we moeten wel even opschieten, Dimmy, met die vloer. Want, Ja, als je een wc op je kamer hebt, weet ik niet meer. Dat gaat volgens mij heel erg stinken. Vooral als je een keer niet doortrekt. Of als je een keer een grote boodschap hebt gelegd. Grote boodschap. Dunne boodschap. Natte boodschap. Zo'n sappige. Sap. Sappige boodschap. Lekker hoor. Lekker hoor. Wel knap hoe dit zo blijft staan zonder palen eronder. Inderdaad, ja. Het is nog wel leuk, dus ja, als dat zacht wordt, dan is het helemaal... God, die koe loopt in de weg. Dat is jouw eigen koe. Ja. Deze. Wat zeg je? Dat die beesten allemaal in de weg lopen. Ik ga wel even een eindje verderop staan. Kunnen we die koe niet doodmaken of zo? Die loopt altijd in de weg. Huisdier. Maar ja, nee, die koe moet eigenlijk wel blijven, want het is onze mascotte, hè? Mascotte. Ja, toch? Lukt niet. Nee, laat dan maar. Ik vind het eigenlijk wel gezellig. Het hoort er een beetje bij, hè? Hij loopt er al vanaf het begin. Ja, dat is ook weer zoiets als we dan nu gaan buitensluiten. Ja, zielig. Nou, de fundering die staat bijna. Nee. Alleen we hebben de heipaal overgeslagen. Doen we wel op het laatst, als we tijd over hebben. Ja. Als de bioscoop al staat. Normaal begin je met de heipalen en wij sluiten ermee af. Nou, nog een paar blokken. Beetje blokkerig, hè? Nogal, ja. En de maker van Minecraft, die heeft Minecraft verkocht, hè, Microsoft. Ja. Dan gaat hij er een huis met zoveel badkamers, een zwembad, een bioscoop, cinema erin. Gaat hij kopen van het geld dat hij heeft verdiend. Nou. Leuk. Toch wel knap. Ja. Voor een spel als dit. Nou, dan moeten we even kijken. Dan hebben we hier... Oh, je hebt nog een extra ingang erbij gemaakt. Ja, of weghalen dit. Ik zou het wegdoen, ja. Twee deuren is genoeg. Precies. Moeten ze maar niet zo breed zijn. Inderdaad. Maar dan doen we het... De kassa. De kassa? Ja. Of komen ze bij ons gratis naar binnen? Oh, wacht even. Doen we de kassa zo.
Nou, kom op, naar boven. Kreng. Kassa hier of zo? Kunnen we ook nog even... Iets van een hokje? We kunnen hem ook even zo nog doen. Kijk, ik weet niet, maar bij de zin naar bij heb je dan hier een... als je bij de ingang heb je hier zeg maar een soort hal waar je kaartenmachines staan. Hier heb je dan de uitgang. En dan heb je hier een kassa gedeelte. Dat gaat zo rond. Heb je hier twee een kaartcontrole, zeg maar, waar twee mensen staan. Heb je hier de eten en de drinken, het restaurant. Dan heb je hier alle wegen en alle zalen, zeg maar. Alle wegen naar de zalen. Ja. Alle paden. En alles. Bij mij ziet het er weer net wat anders uit, maar... valt het jou ook altijd op als pauze niet in een film? Dat het altijd een onwijs lange rij is bij de wc's. Oh, ik ga altijd naar de film. Ik heb nog nooit een pauze gehad, hoor. Nee? Nee. Nou, dan weet ik niet naar welke films jij gaat, maar... ik heb het altijd een pauze erin. Bij die bioscoop hier nog nooit. Oh ja, ja, vroeger een paar keer, ik weet ook niet. Maar tegenwoordig, ik weet niet. Ik ga ook zo weinig, hè, dus ik kan het niet echt bepalen. Maar de laatste keer dat ik ging, had ik geen pauze. Jij gaat nooit naar de cinema. Nee. Beetje saai. Download liever via iTunes gewoon een film en dan kijk ik hem zelf hier thuis. Vinden we er zo van? Ik koop liever een film op DVD, weet je wel. Ja. Mooi toch? Ja. Maken we hier toch de kassa zo, hier? Wordt dit de ingang? En dan wordt dit zo. Er moet ook een kaartcontrole komen. Ja, maar als je hier de kaartjes koopt, kunnen we hier toch de kaartcontrole doen? En de winkel? Het restaurant? Eten? Ja, dat is een goeie. Dat kunnen we hier nog misschien nog wel doen. Hier. Wat? Ben jij dan? Hier? Hier. Waar zijn jij in een restaurant? Hé, hey, slaan is niet. Echt. Ja, kijk uit! Hey! Ben ik dood? Huh? Heb ik al je spullen? Ja, dat valt wel mee hoor. Oh, alleen mijn wol. En je houdt, ik heb ingesteld dat je de helft van je spullen houdt, dus. Dat is wel handig als je dood bent. Maar hier een restaurant. Ja, kan toch? Ja. Het kan inderdaad. Ja, wat nu? Er moeten zeker ook wel ramen in komen, of niet? Ja, zeker. Ik denk hier, bij de ingangramen. Maar hebben we deuren, of niet? Nee. Hmm. Wacht, dat doen we wel in creative. Niet moeilijk doen dat. Niet moeilijk doen als het makkelijk kan. Hoppakee. Wat voor deuren doen we? IJzeren? Ik kan ook automatische deuren doen. Zo. Let op. Zo, let op. Vind je dit wat? Kijk. Oh ja, dat is wel leuk, toch? Automatisch open, zie je? Ja, maar moet dat per se met van die witte blokken dan? Ervoor? Je hebt het niet in het zwart en wit lijkt me het mooiste. Ja, je kan het ook van hout maken. Zo lelijk. Ja, dat is wel leuk, ja. Alleen, ja. Maar deze moet je dan ervoor doen, want dit wordt de ingang zo, hè? Zo. Het is maar raar dat er hier allemaal zand ligt. Zullen we dat ook even weghalen? Ja, doe maar, ja. Wat doen we dan voor het voor stenen? Ja. Oh, 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 oh. Even kijken hoor. Allemaal water. Even
Even kijken, dan gaan we hier natuurlijk, komt het restaurant. Het moet natuurlijk wel mooier worden dan het kasteel, hè? Zeker, maar wij hebben geen restaurant erbij, hoor. Wij hebben een cafeetje of zo erbij. Ja, een cafeetje waar je popcorn kan halen en alles. Ja, en even wat drinken of zo. Ja. Het is ook niet echt een restaurant, nee, maar zo noem ik het dan. Zo, de deuren werken. Of ik kan het ook zo doen. Ik weet niet wat je mooier vindt. Ja, maakt niet zoveel uit, toch? Wit vind ik. Ja, wit. Ja, wit staat opeens zo gek. Ja. Ja, ziet er goed uit. Ik doe niks. Nee, inderdaad, dat zal wel weer eens niet. Nee, je loopt een beetje rond door de deur. Zo? Toch wel wat groter? Ja, kan ook. En dan hier de kassa. Ja, oh ja, ja, dat is wel een goeie, ja. We kunnen het ook gewoon nog even zo doen. Ja, heb zo. Je ramen of niet? Dan maken we gewoon van die kassa maken we een hokje. Ja, ik heb glas. Nu wel. Nu opeens wel, inderdaad. Kan dat toch, hè? Hé, hey, moet je niet in de weg gaan staan? Oh, hier glas. Aan deze kant, ja. Alleen, ja, ik weet niet, ik wil niet veel zeggen, maar een bioscoop is normaal altijd heel hoog voor het plafond. Ja, we zijn er nog niet klaar. Hé, hey, maar ik vind dit raam, ja... Dit raam is wel een beetje klein, of niet? We kunnen ook gewoon de zalen gewoon op de verdiepingen maken. Ja. Maar dan kunnen we het beter zo doen, anders... Zo, kijk. Kijk, als we nou één hele grote zaal of twee hele grote zalen beneden doen, dan doen we toch drie kleine zaaltjes boven. Ja, je hebt ook verschillende zalen, ja, dat kunnen we wel doen. Hier. Vinden we hiervan? Even eten, anders ben ik dood. Van bammetje eten. Bammetje. Hier, ik heb dit een beetje aangepast, kijk. Bij de ingang. Hé, slaat me niet. Hier ook een raam. Oh ja, dat is wel mooi, ja, zo. Beter, toch? Ja. Maar dan doen we gewoon dit de eerste verdieping zo. Waar komt de trap dan? Hé joh, niet zo. Niet. Het is veel te laag. Oh. Moet je hier maar eens lopen, kijk. Druk nu eens op, ga hier staan en druk op F5. Moet je zien. Oh ja, ja, ja. Dat sta je met je hoofd tegen het plafond aan. Zo benauwd. Ik denk nog één hoger.
Hier op zo, zo. Geef me eens op. Je hebt al op. Ik ben ook van deze server, dus ik heb je al opgegeven, oftewel admin. Geef eens op. Heb je al. Ik weet wel iemand anders die dat heel graag wil hebben, een vriend van ons. Ja, ja, inderdaad. Een grote vriend. Gaat de hele tijd zeuren, mag ik op? Ja. En dan geven we hem op. Ja, dan moet je naar ons toe komen. Dan zetten we hem in zo'n, in, hoe heet dat, in de Nether of zoiets? In de Nether, ja. Oh ja, we doen ook steeds kill bij hem. Die dood is op zijn commando. Want dan gaan we allemaal sneeuwballen op hem gooien. Oh, wat erg zijn we toch. En dat noem je dan echt een vriendschap. Ja, nou ja. Het is ook geen vriendschap. Nee, ik wil zeggen. Was. Was vriend. Het was een vriend van ons. Maar zo is hij inderdaad wel mooi. Totdat hij dingen bij ons deed. Van, daar gaan we het maar niet over hebben. Want dat was te erg om te vertellen. Zit je een raam in te donderen? Nee. Wat zeg jij nou? Het is wel een beetje donker hier, hè? Ja, ze een paar lampen erin gooien. Ja, je hebt lampen. Wist je dat? Glowstone. Glowstone? Ja, zo heet dat. Dat heb ik vroeger geleerd. Toen ik nog veel Minecraft speelde, toen ik het net had gekocht. Op de Minecraft school. Op de Minecraft school, precies. Van mijn broertje. Die heeft me dat allemaal geleerd. Nou, kom hier, Glowstone. Oh nee, het heet in het Nederlands groeisteen. Ik heb het namelijk op het Nederlands gezet. Mijn Engels is niet al te goed. Mijn goedste Engels. Goedste Engels. Hier, dit zijn lampen. Lampen, het lijkt meer op blokken. Of dit is een lamp, alleen die moet je aanzetten, ik weet niet hoe. Het lijkt meer op blokken, ja inderdaad. Hier komt de kassa dan. Vind je dat dan niet mooi, zo'n lamp? Het geeft wel licht. Ja, doe er maar in hoor. Maar hier komt de kassa dan, toch? Ja, toch? Ja. Kan je hem niet iets hoger hangen, die lamp? Of gewoon in het plafond, dat is volgens mij ook wel mooi. Gewoon zo hier. Ja, weet je wat dan lelijk is? Als je dan van boven kijkt, dan zie je het zitten. Dan heb je toch met je echte lamp ook? Maar ik ga nu maar eens omhoog, hier. Maak toch een punt in het dak. Ja, ik kan niet naar boven, hè? Ja, nu kan je vliegen. Dubbel spatie. Kijk, hier. Opgelost. Ziet er ook echt mooi uit. Steen. Ja, boeien. We moeten het wel een beetje mooi maken. Hè? Niet dat het zo ongelijk zit. Zo. Prachtig. Oh, het is wel mooi, hè, zo. Nou, we gaan nog eens even... Sprongversterker. Sprongversterker? Heb jij het nou over? Ja, dat heb je mij gegeven. Sprongversterker? Ja. Gooi eens. Sprongversterker, nee, dat heb je mij gegeven. 7, 6, 5... gaat hij weer overnieuw? Dit is sprongversterker hoor. Dat heb je me net gegeven. Oh, dat is zo'n effect. Ja. Ja, dat weet ik ook niet wat dat is. Oh, ik heb dat ook. Ik heb ook sprongversterker. Wat is dat dan nou weer? Als je het weet, laat het weten in de comments. Ja, als je het weet, laat het achter in de comments.
Maken we hier een nooduitgang? Ja, je komt al wel in het water, maar ja. Ik heb er geen last van of zo van sprongversterker. Weet je wat? We leggen roeiboten neer. Die heb je toevallig ook, boten hier. Oh, ik zit onder. Oh, ik zit onder de grond. Hoe kan dat dan? Ja. Zo. Oh, maar ik ga zo dood. Ik ga dood zo. Zo, bedankt. Hier, kijk, allemaal boten. Oh ja, ja, dat is wel een goeie. Oh. Ik zeg hem toch verkeerd, zo. Als er nood is, dan... Hey, maar één boot gaat... Ze gaan allemaal weg, die boten. Dan moeten we eigenlijk nog even een soort steiger maken straks. Ja, waar we ze aan kunnen meer. Ja. Ja. Bouw jij ook, of niet? Ik leg boten neer. Okay. Vind je dat niet genoeg? Nee, ik zal even bouwen. Nou, die komt de cinema dan. Dit is één zaal. Eén zaal, dit? Ik dacht dat we hier gelijk een 3 maakten of zo. 5 met de verdieping erop. Ja, maar hoe wil je een zaal maken? Met deuren. De zaal gaat toch omhoog zo? Zo, en dan zo. Wist je dat? Ja, dat weet ik. Gaan we dat ook doen dan? Ja, zeker. Maar dan moeten we even gaan... Dan denken we dan nog wel even over hoe we dat gaan doen, want... Denken we vannacht over. Precies. Als we, ik denk als we dit even afmaken, dan gaan we er maar eens even verder over denken komende week. Ja, en hier komt het restaurant. Dus dan zal ik het, denk ik, vanaf hier. Zo. Ja. Leggen we daar nog wol neer. Gewoon een kiosk, weet je wel. Wij... Precies. Popcorn kan halen. Dit één zaal, nou, dat wordt wel heel groot, denk ik hoor. Ja, 3 zalen, dat is wel heel klein. Ik denk 2 zalen. 2 zalen dan, ja. 3, dan wordt het wel hele smalle zalen, weet je wel. Ja. Dan lijkt dit een beetje op de bioscoop bij mij. Dat is zo'n kleine bioscoop dan. Ja, die heeft dat ook. We hebben ook van die smalle zalen. Ziet er zeker niet uit. Nee, maar ik geloof dat dit de uitzending alweer was, Dimmy. Ja, helaas wel. Het ging snel. En we gaan de volgende keer gaan we een beetje de muren afbouwen. En het begin van de cinema, die is er. Bioscoop, sorry. Bioscoop, cinema's voor Belgen. Precies. Vergeet je niet te abonneren, duimpje omhoog. En dan spreken we je graag de volgende keer weer. Met doei. Een nieuwe Minecraft. Survival. Doei. Doei.